onderzoek heeft aangetoond, als je oud wil worden en gezond en gelukkig, dan zijn er een heleboel dingen van belang. Frisse lucht is niet helemaal oké, maar dat heb je nodig. Gezond eten en nog een paar dingen. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die van doorslaggevend belang zijn om gelukkig en oud te worden. Meaningful relationships, Engels is toch soms mooier dan Nederland, maar een belangrijke relatie. En dan tenminste drie. En dat zijn de mensen hier die kunnen over meepraten, dat zijn de mensen die ook gewoon om 3 uur 's nachts durven te bellen. En dat lijstje is vaak korter dan de mensen die je overdag kan bellen, zelfs op een vrijdagavond, om naar een sukkel op een doos te luisteren. 3 uur 's nachts, wanneer mag je bellen en wie bel je dan? Als dat er meer zijn dan 3, word je heel gelukkig. Dat is niet het enige punt, er is nog een belangrijker punt. En dat belangrijkere punt is sociale integratie. Ingewikkeld, maar het houdt in dat je verbinding moet leggen met mensen. En dat je dat doet op een manier dat je er echt iets aan hebt. En nu ik dan toch 3 keer ben rondgereden, ben ik er trots op dat ik Frank mag helpen en anderen en jullie allemaal eigenlijk om Social Hub groter te maken en daarmee ook e-communities te helpen. We hebben al 2 hashtags gehoord. 1 was hashtag meedoen is. En er was een hashtag iedereen. Ik zou graag een 3e korte hashtag willen aankondigen waar we hard aan gaan werken en dat is de hashtag iedereen verbonden. En met iedereen verbonden gaan we de komende jaren prachtig initiatief als Fygozenet verder helpen en zorgen dat er meer mensen zijn zoals jullie die met waardevolle mensen een zinvolle avond hebben. Dankjewel. Dankjewel.